Dames, jullie hebben beide een shirt aan met daarop... Bot! Bot! Want zo heet de theatergroep van wie jullie een voorstelling hebben bezocht. De voorstelling heet Ramkoers. Het zegt, ja, zegt dat alles al eigenlijk? Of, nou, dat vind ik eigenlijk niet. Nee, hè? Niet alleen maar Ramkoers, nee. Het was ook poëzie. Zit er ook, in. Was ook stilstaan en ervaren met heel veel lawaai en heel veel energie. Maar ja, ik was wel in vervoering, hoor. Ik was heel blij, werd ik van deze voorstelling. Zullen we gaan kijken gewoon meteen, zonder verder tekst en uitleg? Ja. Lijkt me goed. Ja. 70 bot, Ramkoers. Wie iets heeft, heeft iets te verliezen. Gaan we daarheen? Ja, karren met die bak. Ja. Theater, theater. Echt gewoon vet te laat. Magnet. Ziet er gezellig uit. Is ook een goed decor. Zo, hé. Wie verzint zoiets? Hebben jullie dit zelf allemaal gemaakt? Ja, zo'n beetje alles. Behalve een paar echt bestaande instrumenten. Zo. Ik heb zo'n ding thuis staan. Je hebt ook net krijg je cadeautjes als publiek. Ja. Het komen ze weer met iets. Jullie geven veel cadeautjes. Dit is met klompen op rotjes, hè? Ja. Hier, toch? Dat zijn kogels. Kogels? Ja, jeetje. Ja, jullie repetitiedagen die zijn natuurlijk gewoon de hel. Ja, dat snap ik. Ja, nou, we hebben geen sportschool nodig. Dus, Het is gewoon een heel ontroerend beeld. Omdat je doorgaat, omdat alles doorgaat. Voor mij waren jullie mannen op een schip. Jullie waren enorm aan het beuken tegen de zee. En dan werd het weer rustig. En dan waren we weer in een soort stilte. En dan ging de zon weer schijnen. Oude Russische fabriek waar helemaal niemand weer meer wil zijn. En dan zijn jullie daar en dan denk je, het wordt toch leuk. We zagen de makers in beeld en jullie zitten nu weer na te genieten terwijl je het ziet opnieuw. Ja, het is heel goed om het doet je aan zoveel dingen denken. En het is ook een voorstelling, wat ik zo leuk vind, is dat het een heel mannelijke voorstelling is. In welke zin? Er zit een soort mannelijke energie in die alle kanten opgaat, maar die daardoor ook heel poëtisch wordt inderdaad. Want ze zitten niet mooi te doen of het wordt niet mooi gebracht of poëtisch gezegd. Nee, er wordt heel hard gewerkt en ze slepen met de apparaten die ze zelf hebben gemaakt. Er komen klanken uit die doen denken aan Tom Waits of aan fabriekshallen en aan hele vreemde associaties krijg je, heel koud en staal. Maar het is die energie van hun, die tilt het echt naar een ander niveau. En daardoor zit je inderdaad één moment denk je van, wow, wat gebeurt daar? En totdat je elke keer weer een visuele verrassing krijgt. Een piano in een ronddraaiend ding en gewelddadig geluid tot en met heel mooi poëtisch geluid uit zelfgemaakte machines. Ik vond het echt ongelooflijk. Ja, en je kent het ook op een bepaalde manier wel. Je kent ook wel de Dochtroep of vroeger had je de dynastie van Oer of Alex de Electriek en zo. Je kent maar het toch, is toch het heel eigen, nieuw en heel eigen aan hun. Dus een eigen toon, eigen stempel. Ja. En je noemde net die machines. Geert, jij maakt die machines toch? Hoofdzakelijk? Onder andere, jullie maken samen de voorstelling. Maar is het inderdaad een helse repetitiedagen, zei een van jullie in het filmpje. Hoe zwaar is die klus eigenlijk om dat soort dingen te maken? Hoe zwaar is die klus? Nou, het groeit. Het groeit. Ja, je vindt ergens een idee. Job komt aan met een liedje over dat je het zwaar voor je kiezen krijgt. Nou, dat heeft iedereen wel eens.
Maar dat moet dan een liedje worden. Nou, dan duik ik de knutselschuur in. Dan trek ik 8 kunstgebitten uit het schap. Uit mensen? Wat? Uit het schap? Uit het schap. Hè? Ik heb een enorme knutselschuur met heel veel rommel. Vooral dingen die mooi zijn om te zien. Apparaten waarvan je nog ziet hoe dat ze werken. Ja. Geen elektronica, maar gewoon dingen die gewoon echt letterlijk bloed, zweet en tranen kosten om het werken te houden. Hoe krijg je die spullen dan? Moet je nog een oproep plaatsen? Heb je nog meer nodig, bedoel ik? Of ja. Nee, ik heb meer dan genoeg. Echt meer dan genoeg. Ik heb meer dan jaren voorstellen. Ja. En wordt er, want deze voorstelling spelen jullie al een tijd met groot succes, ook in het buitenland, onlangs in Estland. Ja. Er zitten ook hele mooie teksten in, zeggen jullie. Die kunnen ze natuurlijk niet verstaan in het buitenland. Maakt dat uit? Of? Kennelijk niet zo heel erg veel. De teksten doen er zeker wel toe. Alleen op het moment dat je in Estland speelt, of we gaan hierna naar Magdeburg, mensen gaan teksten ook als een soort van materie ervaren. Hollands en met name de teksten die Job schrijft, het taalgebruik is toch, het is een beetje knoesterig, knauwerig taalgebruik wat we gebruiken. Ja, er zit een hele mooie zin bijvoorbeeld in. Dan moet je me even corrigeren. Dat het valt. Dat het een bodem raakt. Tot het ergens een bodem vindt. Oh, mijn zin was, ja, dat vond ik zo mooi. Als een druppel drupt. Maar gooi heeft ook een zin. Als een druppel drupt. Ja. Zit er kou uit de lucht. Ja, dat is ook heel mooi. Ja, dat klinkt nu heel bescheiden als ik het zo zeg. En het maakt op zich maken die zinnen inderdaad niet uit. In die zin, jullie brengen het met zoveel buikgevoel. Dus je hebt heel veel passie in die voorstelling. Dat voel je. Dus zouden jullie ook zoiets willen maken? Even los van of je het zou kunnen. Heel inspirerend. Ja? Bij de eerste beeld zaten we te kijken. Oh, dit willen we ook. Ja, maar ik zag je net in het filmpje. Was je ook al druk doen. Hè? Nee, maar als je dat hele beeld. Ze hebben een ik verklap misschien te veel. Maar het op klompen staan op kogels. En daarop trappen. Dan hoorde je allemaal kleine ontploffingjes. Ik dacht dat het rotjes waren. Maar het waren kogels. Ja, dan heb ik wel zoiets van. Ik moet het toch even onthouden. Nee. Misschien wel mee. Nou, vind ik super. Nee, maar het is een cadeau wat je krijgt als publiek. En dat maak je niet zo vaak mee met theater. Dat je helemaal in vervoering raakt zoals je dat als kind nog kan zijn. Dat had ik gisteravond. Dat maakt jullie echt heel bijzonder. Dus, cool man. Ja. Nou, dan past een oerol. Het is echt een oerol. Het past op oerol, maar dat zal ik je nog even vertellen. Dankjewel voor het bruggetje. Want de voorstelling is ook in Magdeburg te zien. Op 26 juni dus in Duitsland. En jullie zijn ook nog te zien eind augustus, begin september. Op uitnodiging van Vis-à-vis op het Almeerde Strand met deze voorstelling. En dan gaan jullie een nieuwe voorstelling maken. Maar voor nu veel dank de makers van Ramkoers. Ga erheen!